laat elke dag de zon weer schijnen. Jij hoi, maakt weer een feest van elke dag. Hallo, ik ben Anne Lauwers en ik wil het hebben over muziek maken in Eindhoven. Ik zou zeggen, kom mee. Jij maakt van mijn tranen steeds weer in lach. Jij laat mij. Nou, dit zijn dus mijn twee oudste broers, Leon en Frans, en ik natuurlijk. En ik zal zeggen, kom mee, want ik heb nog veel meer om te laten zien. Jij bent de mooiste. Nou, hierboven slaap ik dus, natuurlijk. Hieronder slaapt mijn oudste broer. Nou, dus op 10-jarige leeftijd ben ik dus begonnen met het vak als zanger. Toen heb ik dus allerlei covers gezongen, dus van Jan Smet, Jannes en van Frans Bauer ben ik mee begonnen. En van Heintje Simons natuurlijk, dat kennen jullie nog vast allemaal wel. Daarlangs heb ik dus een afscheidlied gezongen dus van een afscheidbuurt, van de Kruidenbuurt. Toen was ik inmiddels alweer 16, heb ik dus een nieuw album gemaakt, Mijn Droom. Nou, inmiddels zijn er alweer 2-3 nieuwe singles uit. En het nieuwe album die in april uitkomt, Mijn Leven. Dus er komt allerlei nieuws aan. Ja. Ik vind het heel belangrijk dus dat een artiest zijn eigen nummers heeft. Ja, zijn eigen uitstraling heeft. En dat noemen ze dus met een klein woord de X-factor. Mijn manager zegt het ook van mij, dus dat ik de X-factor heb. Hij zegt, er zit iets bijzonders in jouw stem, waarmee ik opval tussen anderen. Jij weet als geen ander wat ik voel. Geen vrouw als jij, die lacht naar mij. Er is maar één vrouw. Ik ben ontdekt met het afscheidlied van de Kruidenbuurt. Toen kwam er iemand naar mij toe en die zei, hoe heet jij? Ik zeg, ik heet Arno Lauwers. Oh, dat is mooi, jij kan goed zingen. Ik zeg, dankjewel hè. Ja. Dat vond ik natuurlijk heel mooi dat ze dat zeiden, van, waar zing je mooi? Sinds kort, anderhalf jaar geleden, heb ik dus een nieuwe manager, Arman Klerks. Die dus fulltime voor mij aan het werk is. En ik zelf ook. Geen ander, nou, dit was mijn Eindhoven, tot ziens.